15 jaar geleden opende jij de Millionaire Fair in de Passenger Terminal samen met Yves. Yves Vrijraad, de oprichter van... Rode krullen en turquoise uur. Wat weet jij nog van die avond? Het is de allereerste. Ik moet je zeggen, het was enorme grandeur. Ik ben daar met de kliniek gaan staan met een hele mooie stand met artsen. Dat is eigenlijk voor het eerst dat gebeurde. En dat heb ik geloof ik 3 jaar gedaan. En ik moet je zeggen, we hebben er altijd naartoe geleefd. Het was altijd een feest. Altijd een feest, ik kan niet anders zeggen. Ja. Ik vind het ook echt, en dat meen ik uit de grond van mijn hart, ik vind het een enorme entrepreneur, hoe hij zich neerzet. En ook met de crisis, hoe hij zich daardoorheen heeft doorgevocht. En toch maar altijd die kop hoog en gewoon door blijven gaan. En ja, ik vind het gewoon knap dat mensen een jaar lang ergens naar uit kunnen gaan kijken om dat mee te beleven. Want ja, iedereen denkt wel van ja, je moet miljonair zijn om daarheen te gaan. Maar dat is natuurlijk precies het tegenovergestelde. Het is gewoon, hij wil gewoon een wereld laten zien wat er allemaal te koop is in de wereld. En dat is allemaal op die vierkante meters neergezet. En ja, dat doen Tamar en Yves doen dat gewoon waanzinnig. Ja, want er is best wel veel kritiek op geweest, hè? Ja. Op zoiets als een beurs, een Millionaire Fair, ja. Ook met de naam. Ja. Maar aan de andere kant, je mag luxe mag je ook zichtbaar maken, toch? Vind ik. Ja, als je daar naar binnen gaat, al heb je helemaal niets in je zak, dan voel je je al rijk. Want je loopt daar door zo'n rijkdom heen en je kunt er lekker eten, je kunt er lekker een hapje en een drankje doen. En ook de avond als het open gaat, dan heb ik altijd zoiets dat ik denk van, ik vind het een Oscar-uitreiking, een première. Dan ben jij onlangs ook tot Master of Society benoemd, hè? Nee. Door Luxury Magazine. Ja. Toch zie ik je in de media wat minder dan de voorgaande jaren. Ja. Is dat bewust? Ja, dat is bewust gekozen. Ik had natuurlijk de kliniek en er werkten 36 mensen. Daar heb ik keihard gewerkt 10 jaar lang. En toen had ik zoiets van, ja, welke kant ga ik op? Ga ik concerten doen? Dat wilde ik ook wel heel graag. Dat was eigenlijk wel een droom van me. Maar toen kwamen ineens onverwachts, mijn 2 kleinkinderen kwamen bij me logeren. Sammy en Soraya, een hele lange tijd. En dat was gewoon heel gezellig, dat was heel leuk. En toen dacht ik, ja, dan zet ik me daar even voor in. En zo is het eigenlijk een beetje... Heb je je carrière als zangeres en ondernemer op een lager pitje gezet? Ja. De liefde. Je bent heel gelukkig in de liefde. En van mooie liefdesverhalen houden we natuurlijk heel erg. Vertel eens even hoe jij je huidige... Man, nou, jullie zijn nog niet getrouwd, maar hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Ja, we hebben elkaar al zeker nu 15 jaar geleden ontmoet. Hij deed altijd zaken met Hans. Hij zat in Onroerend Goed met Hans. En toen is hij bij ons in Wassenaar, heeft hij het hele huis gewoon plat en toen weer helemaal mooi opgebouwd. Toen heb jij hem mee naar de kelder genomen? Nee, want zou ik ook ja zeggen. Nee, absoluut niet. Nee, we hebben zelfs niet gezoend. Ja, op de wang. Maar we hadden een klik gewoon, weet je. Het was er gewoon en ik heb eigenlijk nooit in mijn hoofd gehad van... Nou, dat zou wel eens wat kunnen worden. Ik ben gewoon een heel monogaam mens, dat is bekend. En op een gegeven moment was het er gewoon. Ja, het voelde je allebei zo. Het was er. Ja. Ik begrijp er niks van, dat ik niet eerder wakker ben geworden. Heb je dan last van dat mensen wel eens vragen... Goh, een jongere man, hoe is dat nou? En heb je niet het idee dat je dan soms moet verantwoorden? Ja, maar ik verantwoordde me niet, weet je. Want ik zou wel met een vlaggetje willen lopen van... Hoe heerlijk is dit? Ik word wakker en dan is het 's morgens op zaterdagochtend. En dan zegt hij tegen mij, pop, luister, als je binnen nu aan bent gekleed, rijden we eventjes naar Parijs. Nou, een man van mijn leeftijd, van 65, zal dat niet zeggen. Nee. Die gaat achter zijn oren krabbelen en die gaat lekker op de bank liggen. Doen. En die denkt, oei, ik moet om 3 uur een dutje doen. Maar die jonge god van mij, die zegt gewoon van, we rijden er even in. Ik bedoel, hij draait zijn hand er niet voor om. Ga ik je wel zien bij de openingsavond van Mars? Absoluut. Ja, je komt wel, hè? Ja, ja, ja. Dan kunnen we je zien stralen weer samen met je man. Samen dus, ja. Ja, okay, absoluut. Fijn. Oké, dankjewel. Oké, tot ziens.